30ste augustus. En we staan hier nu op de parking in Duitsland en we zitten diep in de bergen. En zeilen zitten daar in de auto. En wat zijn die aan het doen? Ze zijn aan het eten. Kijk, ze eten. Een boterhammetje met eiken zijn ze aan het eten. Met spek en eikens. Huh? Is het lekker? We zitten in Würzburg. Want we eten een boterham met spek en eieren. Het gegeten is een uur vijf. Per een eten. We moeten een boterham pa. We zijn al 400 kilometer weg, hè. We moeten een boterham. Eten. Blijf er maar eens in. Goed, wat jij nu eten kan ik niet vullen. Ja, ja. Ja, nu, ja. En ook een boterham te eten. Met spek en erg. Ja. Zo, nu kom ik naar binnen, hè. En we moeten nog echt 120 kilometer bij. Ja. Wat doe je? Dat is waar, dit is pissen. In de bot. Hij zoomt hem. Hey, kom maar naar de auto. Naar de auto. Alleen naar de auto. Ik heb het vergeten. Ja, naar de auto. Ik heb een piste maar aan boord. Allee, instappen. Allee, wat er leek niet. Tweede stop is gedaan. Een sigaretje gesmoord. Ja. René is in het kap en hij zit juist achter het stuur. Hè. Ik heb al 600 kilometer gereden. En daarachter zitten de bergen. Er is nu veel volk op de straten. Het is allemaal goed. Zo. Zo, dan hebben we bij de kruising gezeten. Dat mannen met de brommer aan. En een tuffer. Als je ook zo zijn, dat daarna je niet moet drogen. Dat moet, hè. Dat daar de kruising moet nemen. De grens van Oostenrijk en we gaan het lekker zat een koffie drinken. Het is een meuga. Allee, daar zijn ze maar. Het duurt wel een keer als ze eruit zijn, maar ja, ze komen in aantocht. Daar zijn ze. Allee. Dat duurt nogal. Oh, hè. Dat moet er lukt zijn. Ik heb het zeker staaf gezeten in de noppen. Dat was klaar. René is weer met een GSM bezig, zonne. Allee, jong.